Spreken en presenteren in de 40 graad is een creërende opleiding woordkunst drama. Welke stijlfiguren en welke beeldspraak kunnen we het best gebruiken om een boodschap zo overtuigend mogelijk en effectief te laten overkomen bij het publiek? We gaan samen op zoek naar jouw persoonlijke en authentieke spreekstijl. Telewerken en opvang voorzien voor je kind. Bergen van rommel, je valt er net niet over. Je wil dus met vertrouwen, met plezier en met overtuiging voor het publiek spreken. Uitzonderlijk maak je je mooi en kleed je je op. Het belang van tandenpoetsen hoeft geen pleidooi. Snel in de douche of in het bad, zo kan er uit die spreekwoordelijke emmer weer wat nat. Je wil een betoog, een korte speech of een presentatie houden. Je wil discussiëren en debatteren. Onthoud deze leuze en val er van achterover. Stop met zagen. Genoeg, fini, basta. Je wil met een doel spreken. Overtuigen, raken, informeren, aansporen. Je wil de microfoontechniek onder de knie krijgen. Je wil je overtuigingskracht vergroten. Je wil een stevige argumentatie opbouwen en andermans mening onderbouwd weerleggen. Je wil humor gebruiken. Je wil graag op een podium kunnen staan voor een groot publiek. Het geduld van een moeder is als tandpasta. Hoeveel je er ook van gebruikt, er blijft altijd nog een beetje over. Je wil goed en graag leren praten. Dit en nog veel meer kun je leren in Spreken en Presenteren in de 40e graad van Woordkunstdrama.